Er heeft zich op de redactie van HRCTV een klein drama voltrokken. Namelijk de twee schijven waarop alle materiaal staat van HRC zijn allebei gecrashed. En dus wat paniek en danken wij Fox Sports voor de beelden van de wedstrijd tussen Jong Sparta en HRC. Want het gaat weer beginnen. En dat is toch wel een fijn gevoel. Vorige week natuurlijk afgelast. HRC Spakenburg. Maar nu op het kasteel. En toch een beetje een troosteloze ambiance. Zo'n leeg stadion. Waar de supporters van HRC er nog wat van proberen te maken. En Mark Veldmaat deze bal overschiet. Maar juist doordat de supporters er misschien wel wat van proberen te maken. Wordt het allemaal nog troostelozer. En werden ze een soort roepende in de woestijn. Dan kun je je toch afvragen of de betaald voetbalclubs echt een toegevoegde waarde bieden voor de tweede divisie. Maar goed, dat is een andere discussie. We gaan ons bezighouden met de wedstrijd tussen HRC en Jong Sparta. Op het kasteel dus. Wedstrijd die op de Boshoek in 0-0 eindigde. Toen nog onder leiding van Jozef Oosting. En dus een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Rob van der Leij weer fit. Hij dus in de basis. Dat is wel goed voor HRC. Dat de breedte natuurlijk weer wat sterker wordt van het elftal. Van de selectie. En dat Gert-Jan Karsten dus wat te kiezen heeft. Zeker na de drie versterkingen die natuurlijk van Emmen gekomen zijn. Karsten die zijn contract verlengde en daar na afloop aangaf erg blij mee te zijn. En dat zal hij ongetwijfeld woensdagavond ook gaan zeggen als HRC Now wordt opgenomen en hij daar te gast is. En dat kunt u dan donderdag gaan bekijken. Donderdagavond vanaf 7 uur. Ik zeg het allemaal omdat de eerste helft eigenlijk weinig soeps was. Een beetje mat, alhoewel deze bal aardig van de lijn gehaald wordt door Metai. Tenminste, dat denkt iedereen, maar dat is dus niet zo. En dus de voorsprong voor Jong Sparta. Dubieus moment. Vindt zich dus plaats in de tweede helft inmiddels. Ja, en vanaf dit camerastandpunt is het niet te zien of hij er wel of niet in zit. Ik neig te zeggen van niet, maar nou is mijn hart ook wel wat oranje-zwart gekleurd. En is het daardoor misschien niet helemaal echt. Nou, daar staan ze. Facu. Metai en Kobussen achter de bal voor deze vrije trap. Indraaiend en Werkman en Metai kunnen allebei net niet bij de bal. Goeie kans voor HRC. Had meer in gezeten. Het was niet meer Time, maar Reinders natuurlijk. Opnieuw HRC. Goeie bal. Geen buitenspel voor Veldmaten. Kan de voorzet komen naar Van der Leij, die wel aardig vrij staat. Maar Veldmaten geeft die bal eigenlijk wat laat. Had meer ingezeten voor HRC. Sparta dan. Dat natuurlijk lekker voetbalt met die 1-0 voorsprong. En HRC begon eigenlijk pas echt wat dreigender te voetballen. Na alle wissels heel aanvallend gewisseld. Opportunistisch ging HRC spelen. Met onder andere Hooiveld dus in de ploeg. En ook zij zijn er. Wedstrijd ook onder toeziend oog van Alex Pastoor en Michael Reiziger. Ook zij waren aanwezig op het kasteel. Maar echt grote kansen heeft HRC nog niet weten te creëren. Sparta dan. Zij zullen natuurlijk in die tweede divisie willen blijven. En draaien natuurlijk ook niet bepaald bovenin mee. Dus een winst zou in Rotterdam ook wel welkom zijn. Poeh, dit is een aardig schot. Geweldige knal op de lat. Hooiveld. Veldmaten. Overtreding. Mooi plekje. Mooi plekje voor een Wigger of voor een Werkman bijvoorbeeld. En die bal die gaat erin, maar de scheidsrechter die fluit. De scheidsrechter fluit omdat de muur te vroeg inloopt. En dan keurt hij dus een doelpunt, een glashelder doelpunt van HRC af. Doelman zou kansloos zijn geweest. Karsten natuurlijk woedend en terecht. Want het is echt een fout van HRC. En dan heeft de scheidsrechter ontzettend veel mazzel dat het alsnog
als de vrije trap overgenomen wordt 1-1 wordt en dat de bal er alsnog ingaat. Zoiets heet gerechtigheid. Onvoorstelbaar, wat een foute beslissing was dat van de scheidsrechter. En eigenlijk gaat het meer over de beslissing van de scheidsrechter dan over het doelpunt. Wat een beetje rommelig tot stand komt, maar wel heel welkom is. En HAC wil dan natuurlijk meer. Maar Sparta krijgt de kans. Oeh, Danus. Gauw terug naar zijn doel. Wel nog een beetje uit positie. Op verkeerde been en dan via de paal. En dan is het een wonder dat die bal er niet in gaat. En mag HAC dus heel blij zijn dat het een punt haalt in Rotterdam tegen Sparta. Volgende week weer een lastige wedstrijd. Barendrecht komt dan op de Boshoek op visite. En dat heeft 2 wedstrijden op rij gewonnen. Nou, laten we daar maar eens een einde aan maken dan. Tot volgende week.